Mijn naam is Ben Vinken en als biersommelier ga ik in de voetsporen van de grote Michael Jackson Belgische brouwerijen bezoeken, met de brouwers gezellig samenzitten en hun speciale bieren proeven en beschrijven. Een ernstige job. De tweesterrenchef Jan Buitaert zoekt bij elk bier een passend gerecht volgens de nieuwe trend van beer and food pairing. Proost! Brouwerij De Koning, de trots van Antwerpen, bestaat 175 jaar. Maar achter mij ziet u wel een heel moderne, zelfs futuristische brouwerij. Zo dadelijk ga ik de twee broers, Dominique en Bernard van den Boogaert, ontmoeten en we gaan hun nieuwste bier proeven, de Gusto 1833 Golden Blond. Bernard en Dominique, we staan hier bij jullie twee revolutionaire bieren. Met hergistingen op fles, Gusto Blond en Golden Blond en Gusto Ruby Red. Mag ik vragen, hebben jullie de familie daar 175 jaar op gewacht om bieren met hergisting te maken? Misschien niet 175 jaar gewacht, maar we toch zeker voor de 175 jaar iets speciaals op de markt brengen. Dat een beetje feestelijk was. En je ja. weet, als je moet vieren, dan moet je dat met bubbels doen. En hoe kon het beste bubbels in bier krijgen? Dat was natuurlijk in een champagnefles en een hergistende fles. Ja. Wow, dat was toch een paar weken zoeken. Het schijnt dat u zichzelf heeft opgesloten. Ik heb mij vier dagen opgesloten in de brouwerij, zonder telefoon. Ik was op vakantie. Voor iedereen, telefonisten wisten het niet. En dan zitten zoeken naar de beste opportuniteiten. Ja, de grondstoffen die hebben we. We hebben de beste hoppen, van de Zaalshoppen. We hebben zeer goede gisten. Dat gisten is geen probleem, maar we moeten zoeken voor de hergisting. En voor de hergisting ben ik natuurlijk gaan zoeken naar, ja, als we toch over bubbels spreken, van een soort van champagnegist te vinden, die ver kan gisten. Ja. En dat is het resultaat. Hè. Ja, dat is eigenlijk een heel klassieke uitstraling. Hè. Toch maar gewoon een fles met een zwarte staniol, een zwart etiket, gouden letters. Met weinig middelen ben je toch geslaagd om een heel mooie uitstraling te hebben. Ja, en u ziet daar ook eventueel het teken van een glas. Hè? Ja. Maar daar, als je het omdraait, is het ook DK van de Koning. Hè? Ja. Okay. Dat is subtiel, hè? I can't wait. Mooi wandklevend dik schuim. Een blonde, bleke kleur. Hè? Goudblond. Golden blond. Golden blond. Cheers. In de neus vrij kruidig. Hè? Herbal een beetje. Ik proef de huisgist van de koning, maar die droogheid, dat is toch een totaal nieuw gegeven voor dit huis. Hè? Echt een droge afdronk. Hè? En dat fijne hop die erin zit, dat maakt dit bier zeer verteerbaar. En ik denk ook een heel goede begeleiding van bepaalde kruidige visgerechten. Ja, Bernard sprak als aperitief bier, maar uiteindelijk het is ook een schitterend bier als food pairing te doen, samen met de maaltijd. Ja. Wij hebben ook 12 apostelen gevraagd, 12 topchefs van Antwerpen gevraagd om een boek te schrijven over deze bieren. En koken met deze bieren, maar ook drinken aan tafel. Ja. Mijn Gusto Golden Blond haal ik op in een gespecialiseerde winkel. Ik vraag me af wat onze chef hierbij gaat klaarstoven. Jan, we spelen nu een thuismatch met een van de revelaties van vorig jaar. Van de nieuwe bieren, de Koning Golden Blond. Voor de eerste keer dat de koning een hergist bier gemaakt heeft. Fijn gehopt bier. En ik denk dat daar wel iets kruidigs bij zou passen. Wat vind jij ervan? Ik vind dat de koning een Antwerps instituut zijnde en Antwerpen de eerste stad van België zijnde waar ooit Chinese restaurants waren, vind ik dat we die een toer een beetje moeten opgaan. We gaan naar iets gewokt, we gaan dat redelijk kruidig maken en we gaan eens zien wat de Golden Blond erbij doet. Oké. Dus we gaan dat allemaal klaar snijden in de juiste vorm. Een variëteit Spaanse peper dat voor het moment op de markt is, deze. Het is een heel lekker papayaan. Er bestaat in heel het Verre Oosten veel belangstelling voor combinatie van bier en eten. Ik vind ook dat bier geweldig goed met zo'n gerecht te gaan. Dus drink er ook alleen maar bier bij. Ja. En, of sake. Ja. Maar zeker geen wijn. Nee, ik zie dat ook niet meer bij. Nou, we toch een beetje zuinig mee zijn met deze pepertjes, want die geven toch wel een vrij indringende smaak. Dit is gebrande sesamolie. Geeft een beetje kleur, geeft ook een beetje smaak. Heb je dat vroeger ooit in je restaurant gedaan, dat wokken? Ik heb nooit in mijn restaurant gewokt. Nee, hè? Maar ik ben veel met Oosterse keuken bezig geweest. Ik heb onder andere een stuk van mijn carrière in Engeland gewerkt.
En mijn tweede man daar was een Chinees. En ik heb daar veel van geleerd. Ik vind het een zeer boeiende keuken. Ik heb in mijn restaurant die smaken wel mee gebruikt. Maar echt nu gaan zeggen, ik heb nooit echt gestaan wokken. Privé des te meer. Dit is hetgeen dat het langste moet bakken. Dat geven we ze een tijd. De bedoeling is dat dit een soort varkensvlees is dat in wezen ook op een paar minuten klaar is. Ja, varkensvlees heeft een paar minuutjes gehad. We gaan ons rode pepers erbij doen. We gaan een klein beetje de pikante pepers er nog bij doen. Even goed laten doorkomen. Een paar minuutjes verder en dan in wezen de hoofdmoot sojascheuten. We doen er ineens dat die een smaak kunnen afgeven. Gesneden papayaan erbij. Langer hoeft dat niet te duren. De kruiding, een beetje ras el arum. Laten we zeggen, mijn smaak ergens tussen curry en tussen paprika pima. Een beetje citroenkruid. Dat is allemaal mooi aan het karamelliseren. Hè? Hetzelfde procedé als bier. Hè? Ja, maar dus wij... Een beetje sambal. We hebben dat in ons genen. Hè? Ja. Nu, wat moet er nu gebeuren? De laatste belangrijke truc van zo'n wok in dit geval, om dat zich allemaal te laten ontwikkelen, die is toch gloeiend heet. Klein beetje kalfbouillon. Het zou die aan duidt dat niet zijn als dat niet een beetje bouillon is. Voilà, ja, maar dat is in de Chinese keuken ook. Dat heb ik niet uitgevonden. Voilà. Nu, je krijgt een goede verspreiding van alle smaken. Ultieme kwaliteitstest. Beetje zout nog. En met een rond. Chinese cooking met de koning. Kruiden goed hoor. We gaan met één fles de koning niet toekomen. Dat is het voordeel van dit bier. Dat is zeer licht verteerbaar. Fijn gehopt. Niet te zwaar. En toch genoeg karakter om tegen die kruiden op te kunnen doen. Dat zal nodig zijn. Maar ja, dat kan hè. Cheers. Ik ben bewust niet naar zoete smaken gegaan. Ik vind dat in dat bier ook niet terug. Alleen de frisheid van de groenten en kruiden. Dus de citroenkruid, peper dat er doorkomt. Maar... Dan moet je ook geen flauw bier naast zetten. Nee. Moet ook met hebben. Ja. Hè? Ik denk dat we Chinatown in Antwerpen op goede ideeën kunnen brengen. Absoluut. Ik denk dat de afzet van het koningbier er alleen maar kan bij wel bevaren. Dat moet lukken. Okay. Volgende week combineren we lijken wilde vruchten met sabaglione en bosvruchten.